En we zijn begonnen. DVS heeft afgetrapt. Stef Nijland zoekt naar Roemejon. Ja, dan kan Roemejon meteen achter die bal aan. Laat hij hem lopen als voor corner? Nee, slinkert hem voor de goal. Daar is Ali Akla met nummer 7. Die de bal geeft aan Harry Pinashi. Maar dit is buitenspel volgens mij. Keeper Ruben Zandwijker die er ook zo goed bij zat. DVS, ja. Rot van start. Stef Nijland, hè, in de afgelopen week bekend geworden dat hij toch nog blijft bij DVS. Dat aangegeven op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Maar hij heeft een nieuw contract getekend. Roemejon mag twee door. Twee ploegen die willen voetballen. Nu moet hij hem geven. Goeie bal hoor. Kijk, hij staat helemaal voor die goal. Vrij. Oh. Oh. Fleming. Ik denk Fleming kopt hem in, maar... Ja, we haalden hem van de lijn met een kopballetje. Nee, goed verdedigd. Harry Pinacci, Veenhof. Roemejon schiet de kans. Fantastisch schot van Jeremy Jonker. Goeie kans zo voor DVS in de 12e minuut. Mooi uitgespeelde korte corner. Over meerdere schijven is die bal bij Nassim gaat schieten. Goed schot. Zo, van richting veranderd over de goal van Ruben Zandwijker. Moet je een beetje geluk mee hebben. Gevaarlijk daar? Nee. Dit is lekker. Dit is Daan Huiskamp. Hij is er langs. Maar komt hij er nog één tegen? Gaat hij naar buiten, naar binnen? En mooi balletje op Quincy Veenhof. Maar daar verdedigt Xam Fleming. Weer ten koste van een hoekschop. Nu geen korte corner. Goeie corner. Oh, kijk, Tim van den Berg. Oh! Kwam niet meer mooi oog, maar hij kopt net naast de goal van Ruben Zandwijker. Oh, weer een mogelijkheid. Smal, matige kaats. Dankelui levert in bij Tim van den Berg. Beetje een ros naar voren, op goed geluk. Dan was ik hier zo. Afgesnoept. Gaat hij? Nou, zo, lekker. Laat gevlacht. Ja, dat zou lijntjes... Twijfel in zijn vlagsignaal. Ja. Maar die niet goed het duel aanging. Zowel Sparta Nijkerk als Lisse zetten er een goaltje bij. Allebei nu 2-0. Ruimte voor Jeremy Jonker opnieuw. Tarik Erver ook mee. Goeie voorzet, maar er was net niemand op die positie voor de goal bij Ajax. Zullen we kijken of daar gevaar kan uitkomen. Stef Nijland. Jeremy Jonker, kan hij nog een keer aanhalen? Nee, hij kiest voor de bal achterin. Harry Pinashi. Roemejon. Maarten van Dijk niet. Goed schot. Oeh. Zo. Mis maar net het doel. Meedintje. Nassim El Ablak. Ook weer een beetje geluk bij hebben. Kenneth Anicora. Naast. Zicht actie goed, maar afronden is minder. DVS heeft haast. Ja, die valt er precies achter. Hij zit ertussen. Oh, Stef Nijland. 100% kans. Zandwijken. Die moet voor Lars Dekker zijn. Wint hem. Nu dan. Diepte. Goeie bal.
vroege voorzet aan Nicora. Nu dan in... Quincy Veenhoff. Anderhalve meter aangeraakt nog wel. Hij raakt hem vol, maar geen geluk in de afwerking. Wordt uitgewerkt, maar of het voldoende is. Nog geen resultaat. Een goaltje, dat weet ik niet. In ieder geval niet verliezen. Terlede Barendrecht, daar is wat gebeurd. Dat is gunstig voor DVS. Terlede komt op een 3-2. Dus we lopen een puntje in. Maar ja, dat kan er... Het zou lekker zijn als je hem nu kan maken. Juist. Van den Berg gaat het diep proberen. Zoekt en vindt Jonker. Daar komt Middelwijk met een hoop geweld. Veenhoff. Lars Dekker moet dit winnen van Bartels. Dat lukt. Stef Nijland wordt van zijn voeten gelopen. Penalty. We krijgen de penalty. Heerlijk. Slim. Heel slim gedaan. Ja, dat is een beetje ervaring. Maar hij lacht. Maar hij heeft hem. Maar nu moet hij erin. Er komt zijn aanloop. Keeper op de lijn. Kenneth Anicora. Schiet hem erin. Lekker moment hoor. 90ste minuut. DVS op 1-0. Spelers van Ajax beschimpen de scheids nog van alles en nog wat. Maar het maakt niet meer uit. Keurig ingeschoten, Kenneth Anicora. Mooie bal hoor, op Nassim El Ablak. Mooie aanname ook. Hij behoudt zijn lichaam. Oeh, jongen. Oh. Nassim El Ablak, wat een paas. Gaat er nog een gevaarlijk moment komen voor de goal van Daan Huiskamp? Zo, die pakt hem goed hoor. Maar wat een gevaarlijke paas zo binnendoor. Dat zoveel risico genomen moet worden. Ja, schiet hem dan maar richting de Paul Krugerlaan. Maar dit was blind de as in spelen. Je zou toch denken, zo'n team zoals Ajax, best wel voetballen. Kan je ook een fase van de wedstrijd dit proberen? In plaats van opnieuw wachten totdat je achter staat. Een vrije trap. Komt die bal achterin. Weggekopt door Quincy Veenhoff en daar gaat Roemion. Roemion gaat versnellen. Roemion heeft Valst daarbij zich, versnelt nog een keer. Gaat er voorbij, geeft de bal. Schiet op de paal! Oh, nog. Ja, maar daar is het eindsignaal. En je hoeft er maar één te maken, zei je Maarten. Dus 3 punten blijven hier in Ermelo. Na een spannende middag hier. Ja, Kenneth Anicora, hè? Doelpuntenmaker. Belangrijk met de penalty. En er vallen er een aantal op het gras. Ze hebben er hard voor moeten werken. Beide ploegen. Ajax lege handen. DVS wint. En dat geeft moed voor de komende wedstrijden. In ieder geval aankomende woensdag. Als we uitspelen bij Staphorst.